Op 5 september 2009 vierde de Vrije Universiteit Brussel het 50-jarig bestaan van de Nederlandstalige opleiding wiskunde. In 1959 vormde dit de aanzet tot de ontdubbeling van de faculteit wetenschappen van de ULB. Na een kop koffie en een paar verwelkomingswoorden werden de deelnemers getrakteerd op een les van professor Bing. De decaan leidt hem in. We spreken over de hopvezeling en beginnen in dimensie 1 met Pieter Bruegel. We zoeken naar afbeeldingen van SQ naar SN, weinig dat omgekeerde beelden terug sferen zijn. We beginnen in dimensie 1 en gebruiken daarvoor de stereografische projectie. Wat geeft die voor een cirkel? Wel heel eenvoudig dat een projectieve rechte een cirkel is en dat uiteindelijk de hopprojectie gemakkelijk kan bekeken worden op een eenvoudige tekening. Als overgang een kleine mop om de mensen de gelegenheid te geven te lachen. We veralgemenen naar de complex projectieve rechte die de eigenlijke hopvezeling zal geven. Nu dat we veel op bord geschreven hebben, gaan we het zorgvuldig afwagen. Boven elk punt is er een cirkel. En als we alle cirkels nemen boven een cirkel op de sfeer, dan hebben we een torus. Al die torussen tezamen geven de ruimte. Dit is het einde van het serieus deel.